Bij Muziekgebouw Eindhoven zijn er elk jaar minstens 280 concerten te bezoeken. De genres variëren van klassiek tot pop, wereld en jazz. Als je de grote zaal binnenloopt, dan voelt dat toch wel magisch. Je ziet al die lege stoeltjes waar mensen komen te zitten om te genieten van de muziek die jij promoot. Ze komen hier niet omdat het moet, maar omdat ze hier graag willen zijn. In het marketingteam kun je bij iedereen wel terecht met vragen. Het is een hele open werkomgeving en je zit dan ook met z'n allen bij elkaar. Ook heb je eigen werkplek. Tijdens de stage houd je je dus vooral bezig met het promoten van de concerten. Hierbij horen bijvoorbeeld social media, nieuwsbrieven, de website, promotieacties. Je bent vooral bezig met de doelgroep. Maar wat vooral fijn is dat als je een eigen idee hebt, dat je hier ook ruimte voor krijgt om het uit te werken en uit te voeren. Wat maakt werken met muziek zo leuk? Nou, werken met muziek maakt heel leuk, is dat je verkoopt zeg maar een beleving en je verkoopt een avond. Dus het is, je kan verschillende producten verkopen als marketeer, maar muziek is gewoon bijna altijd kwaliteit. En het maken mensen blij en het maken mensen tot een fijne avond te hebben. En dat is eigenlijk het mooiste wat je kan bieden. Werken met muziek is leuk omdat het heel dynamisch is. Het gaat lekker snel. En je werkt aan een heel leuk product, want je biedt namelijk een leuk avondje uit, waarbij mensen een leuke belevenis opdoen. En soms zit er ook een stukje sentiment bij. In mijn leven ben ik altijd al heel veel bezig geweest met muziek. En ik heb ook communicatie gestudeerd. En om het te kunnen combineren in mijn werk, vind ik echt fantastisch. Voor mij geldt dat ik ben opgegroeid met mijn moeder als pianiste, dus er was geen ontkomen aan. Het is hetzelfde als met Annie. Ja, het is gewoon heerlijk om dat ook in mijn werk te kunnen doen. Dus ik zou niet weten wat ik anders moest doen. Muziek is ook iets wat recht naar je hart gaat. Om dat in je werk te hebben, iets wat je zo bij de klant grijpt iedere keer, dat is eigenlijk wel heel bijzonder. Dat maakt het werk bijzonder. Tijdens je stageperiode kun je met verschillende dingen meewerken. Ik heb bijvoorbeeld meegewerkt aan het festival Naked Song. Dit is een intiem singer-songwriter festival waarbij bekende en minder bekende artiesten optreden op verschillende plekken in het gebouw. Hiervoor heb ik onder andere een promotiestunt bedacht en uitgevoerd. Ik ben met een van de singer-songwriters in een bakfiets door de stad gaan rijden en hier is een video voor gemaakt voor social media. Als dan eindelijk die dag aanbreekt van het festival, dan loop je continu met vlinders in je buik. De artiesten die zo hard hebben gewerkt om hier te staan, de mensen die zo aan het genieten zijn, dat doet wel iets met je. Als je hier werkt, dan merk je dat iedereen die liefde voor muziek heeft. Dat heb je met elkaar gemeen.